Onze kinderen waren vastgelopen in het regulier onderwijs. De democratische school De Ruimte was ons laatste redmiddel. We zijn er met open armen ontvangen en in het begin kwamen de kinderen echt tot rust. Maar toen hoorden we dat de school vol zat met avatars in de leiding. Ik ben me toen gaan verdiepen in Avatar en ik schrok me rot. Nu snapte ik de gedragsverandering bij de kinderen. We hebben onze kinderen onmiddellijk van school gehaald. Het is een fragment uit het tv-programma De Monitor. Het is het verhaal van een moeder die haar kinderen van de democratische school De Ruimte in Soest dus heeft gehaald. Nadat ze erachter kwam dat er in de leiding avatars zaten. Joep Domen is redacteur bij NRC Handelsblad. Joep, jullie hebben onderzoek gedaan naar deze groep. Wordt wel vergeleken met Scientology-kerk, maar heet dus Avatar. Wat is dat voor club? Ja, Avatar is opgericht door meneer Harry Palmer. En Harry Palmer is een Amerikaan. En die was lange tijd Scientology manager ergens in Amerika. En die bedacht op een gegeven moment eind jaren 80, ja, dat kan ik ook zelf. En toen heeft hij Avatar opgericht. Het is een woord uit de Hindoeaanse mythologie. En wat je ziet als je Scientology, waar we allemaal wel een beetje van weten, en Avatar vergelijkt, dan zie je dat er grote overeenkomsten zijn. Maar het is eigenlijk gewoon een soort afsplitsing van Scientology, kan je zeggen. Ja, zelf wil ze dat niet. En Scientology heeft ook processen gevoerd, naar ik begreep, tegen Avatar, omdat ze spul gejat hadden. Maar als je kijkt naar de elementen die een rol spelen, de cursussen, de trainingen, het gedachtegoed, ja, dan lijkt het er heel wel. En ook die dwingende manier waarop ze proberen aanhangers te werven. Ja, dat is natuurlijk een heel apart iets. Een deskundige zei ons ooit van vergelijk het met een ui. Aan de binnenkant is het een secte en een sectarische club. En aan de buitenkant is het veel meer een commerciële club. Die mensen naar de binnenkant van die schil probeert te krijgen. Je begint met een redelijk eenvoudige cursus of een training, een zelfontwikkeling. Die is ook nog redelijk goedkoop. En vervolgens word je op wat wij zouden zeggen een hele Amerikaanse manier naar de volgende cursus geloodst. Vrij agressieve marketing naar de volgende cursus, de volgende training, de training, de training. En zo kom je uiteindelijk op het niveau dat je master wordt. En dan heb je al heel veel geld betaald. En dan mag je zelf cursussen geven en trainingen. En dan moet je dan weer een deel van afstaan aan meneer Palmer, zijn organisatie en zijn bedrijf Star Edge International. En zelf mag je daar een deel van houden. Wil je dan nog verder, dan ga je naar de Wizard cursus. Dan kom je dan in Amerika en dan ben je uiteindelijk 15.000 euro kwijt. Exclusief reis en verblijfkosten. En dan bereid je dit stadium van verlichting dat het hoogste is binnen Avatar. Je ziet het, dus het is een soort mengvorm tussen, ja, deze quasi-religie en een gewone commerciële marketingclub. Ja, nou, want nogmaals, dit soort verhalen kennen we natuurlijk ook van Scientology en iedereen zal daar wel iets is over gehoord hebben. Ja, daar zijn ook allerlei discutabele verhalen over. De cursussen die zij aanbieden dan, wat houdt het dan in? Ja, je begint met zelfontplooiing je wordt naar dit zijn natuurlijk ook vaak mensen die er behoefte aan hebben, dus die zijn sowieso in een soms wat gevoelige periode van hun leven, staan open voor veranderingen, willen meer houvast, zelfverzekerder worden. Nou ja, dat soort mensen die dan in deze cursussen komen. Uiteindelijk beginnen ze dus, het woord onschuldig zou ik eigenlijk niet willen noemen, maar het is een wat overzichtelijke zelfontplooiingscursus zoals er veel zijn. En daarna groeit het door naar technieken. Bijvoorbeeld, het idee van meneer Palmer is dat als jij je niet lekker voelt en je hebt pijntjes en je hebt zorgen enzovoort, dat allemaal veroorzaakt wordt door entiteiten van overleden mensen die in jouw lichaam zitten. Met andere woorden, als je hoger in die regio komt, als je wizard wordt, dan krijg jij technieken aangeleerd die de zielen van overledenen uit iemands lichaam of uit je eigen lichaam kunt halen. En dan moet je beter worden. En dan begint het gevaarlijk te worden, want er zijn natuurlijk mensen die ziektes hebben, die ook nog levensbedreigend zijn. En als je hierin sterk gelooft en je denkt van, nou, ik praat ze er wel uit, of ik laat ze eruit praten door een avontuur wizard. Ja, dan kom je, ik weet, iedereen zal wel kennen, Jomanda heeft destijds ook nog eens een gedoe gehad, waarbij iemand kanker had en niet op tijd naar de arts gewezen werd.
Dat soort zaken. En nog even los van het gedachtegoed van meneer Palmer dat de aarde ooit is gekoloniseerd door ruimtewezens die met ruimteschepen hier naartoe kwamen voordat de dinosaurus zijn, weet je, dan kom je op een... Het glijdt daar langzaam naartoe. Dan gaat het richting hocus pocus. Jullie hebben meerdere verhalen hier intussen over gepubliceerd en dan blijkt dat er mensen die deze beweging aanhangen in allerlei lagen zitten. Dus bij justitie, bij de politie, in het onderwijs. Wat is daartegen? Er zijn ook mensen die geloven in andere religies en die zitten ook op die plekken. Ja, kijk, dat is overigens de redactie van de Monitor heeft met name dat onderwijs belicht de vorige keer. En dat was ook een heel aardig stuk. Waarom? Omdat je daarin ziet dat daar vooral ook kinderen in het spel zijn. En onderdeel van dat geheel, af en toe technieken die worden aangeleerd, dat is ook het beïnvloeden en het manipuleren van mensen en groepen mensen. En dat wordt ook wel eens gewoon hersenspoelen genoemd. Zelf noemen ze dat uiteraard geen hersenspoelen. Maar wij hebben bijvoorbeeld gesproken met een exit counselor, zoals ze heet, Sjoukje Drent Bruintjes. Die ziet regelmatig mensen die in die af en toe wereld verzeild raken en die daar verward uitkomen. Die problemen krijgen met hun persoonlijkheid, die... bijvoorbeeld inderdaad gehersenspoeld worden. Althans, dat vindt dan de familie en de vrienden van die mensen. Want die verbreken contacten, die duiken in die organisatie, die kunnen niets anders meer dan dat. Er zitten dus dit soort gevaren aan. En dat is wat anders dan dat je lid van de biljartvereniging bent en je misschien biljarten leuk vindt. Is... Het nadert hier dus ja wat insectus nou eenmaal gevaarlijk is en ook sectarische organisaties. Overigens, zelfs zullen ze zeker ontkennen dat het een is. En wij noemen ze in onze artikelen ook altijd een sectarische organisatie. En daarmee laat je even in het midden of het aan alle voorwaarden van een secte voldoet. Die mevrouw die jij net noemde, die staat dus mensen bij ook, die die beweging willen, die daar weg zijn gegaan. Laten we even luisteren naar een verhaal van een zo'n ex-avatar. Er ontstaat op een gegeven moment een soort van, bijna van hippiesfeer. Nou ja, je bent met z'n allen eigenlijk met die toch iets idealistisch bezig. En het gaat dan vaak op een speelse manier. Dus op een gegeven moment kom je in zo'n sfeer van iedereen is lief. Ja, nou dat klinkt allemaal nog heel aardig. Maar je hebt net geschetst, dan als je dan verder komt, dan gaat het verder. En ze noemen het zelf dan geen secte, maar daar lijkt het dan wel op. Nog een stukje van een verhaal van een afvallige. Toen moest ik met een master alleen op een kamer en werd ik echt in hypnose gebracht. Ik moest op mijn bed gaan liggen en anderhalf uur oefeningen doen die zich langzaam opbouwden. Je krijgt een soort seksuele bevrediging, of bijna nog sterker. Toen ik weer bij het bewustzijn kwam, zeiden ze: kun je nu even tekenen voor de mastercursus die ruim €3000 kost? Dat heb ik toen gedaan. Ja, nou, dat zijn dus verhalen uit de praktijk. En om er dus weg te komen is niet makkelijk. Hebben jullie afvallige ook gesproken? Ja, zeker. Een meneer die nadat hij afvallig was, zelf die hele club is gaan bestuderen en ook iets gedaan heeft wat op zich interessant is. Hij heeft dat geheime cursusmateriaal, want het is allemaal geheim en zo, en je moet het ook inleveren. Ja, het is allemaal mensen die daar lid van worden of avontar cursussen doen, die moeten ook tekenen dat ze het niet openbaar maken. Maar goed, hij heeft ervoor gezorgd dat je, als je nu het goede internetadres intikt, dat je die cursussen tot €15.000 eigenlijk gaat kunt lezen. En dan kun je dus zelf zien wat je in de loop der tijd allemaal daar te horen krijgt en te lezen krijgt. En dat maakt het wel inzichtelijk, want dan, en dat voorkomt dan ook vaker dat mensen instappen in het geheel, omdat ze al zien dat ze na zoveel cursussen verder opeens entiteiten moeten gaan uitdrijven. En dan wordt het ook wel hocus pocus en dan denken ze van ja, nee, daar wil ik eigenlijk niet naartoe. Ik begrijp dat Nederland, los even van Amerika, maar dat het nergens zo verspreid is als in Nederland. Hoe zou dat komen? Ja, dat is een grote vraag. Ik heb het ook gezien vandaag in de krant opgeschreven. Ik denk wellicht, maar dat is puur speculatief, dat het iets te maken heeft met ja, wij zijn in Nederland tolerant. Bij ons moet heel veel kunnen. En je ziet ook dat veel organisaties die wij dan aanspreken, bijvoorbeeld de politie in Rotterdam, als wij dan vragen, er zit daar een meneer, die is wizard bij de Avatar en die is tevens coördinator van voor de verwarde personen. Ja,
Als je dan weet dat bij die avondakcursus regelmatig mensen verward worden en je laat zo iemand coördinator zijn van het beleid voor de personen, dan kun je zeggen van ja, is dat de gelukkigste combinatie? Als wij daar dan navraag naar doen bij de nationale politie, dan krijg je als reactie, ja, we hebben 60.000 medewerkers en iedereen heeft wel een religie of een levensovertuiging. Het lijkt wel alsof wij in Nederland sectarische organisaties en sectes eigenlijk niet zo serieus nemen. Het lijkt wel alsof dat dan gewoon, ja, alsof je naar de school met de Bijbel gaat. Ja. Terwijl hier wel degelijk risico's in zit. Want het verspreidt zich dus, nou ja, goed, je noemt het voorbeeld van een man bij de politie, die dus werkt ook met mensen die misschien wat minder stabiel zijn. Het onderwijs hebben we net al genoemd. Moeten we ons dan zorgen maken in Nederland? Ja, ik denk dat je je zorgen kunt maken als je geen goed beeld hebt van de activiteiten en de marketingtechnieken van deze club. En daar geldt dat natuurlijk, bij Scientology geldt dat ook, en er zijn nog veel meer van dit soort organisaties. Het is een grote gedrevenheid in een commerciële, een commerciële achtergrond van die club. Ik denk dat inzicht in de activiteiten van Avatar en al die mensen al heel goed zou zijn. En dat de organisaties, zoals de politie, maar ook basisscholen, want we hebben nu in dit artikel ook al laten zien dat het niet alleen een aantal kleine democratische scholen in Nederland zijn waar deze mensen, die af en toe wizards, actief zijn, maar dat ze dat gedachtegoed ook gebruiken in gewone basisscholen. Ja, en dan, daar moet transparantie over zijn. Ik denk dat ouders het recht hebben om te weten of dat soort gedachtegoed wordt toegepast op hun kinderen bijvoorbeeld. Ik neem aan dat je ook hebt geprobeerd om iemand van Avatar te spreken in Nederland. Gewoon vanuit de leiding, zeg maar geen antwoord. Ja, er is een punt. Kijk, het is niet de katholieke kerk waar je de bisschop kunt bellen die de leiding heeft over. Nee, dit zijn allemaal individuele avontuurmasters die individuele cursussen doen. Dus wat wij doen, als we nou bijvoorbeeld deze coördinator verwarde personen die. Ja, die proberen we dan te bellen. En we bellen zijn baas en we bellen de wizards die lesgeven op scholen. Dus we bellen iedereen die aan bod komt in die verhalen. Het zijn allemaal aparte avontuurs. Er is geen hiërarchisch stelsel. Ja, er is natuurlijk een baas en dat is meneer Palmer die dit gedachtegoed bedacht heeft. Of verzonnen heeft, zoals sommigen zeggen. Die inmiddels multimiljonair is. Maar die zouden we nog wel eens om een interview kunnen vragen. En met hem doorpraten over deze zaken. Maar als je denkt van, er zit een organisatie, een mooie structuur, zoals bij reguliere kerk of organisaties, dan is dat niet zo. Nee. Dankjewel voor de uitleg. Joep Domen is verslaggever bij NRC. Er staan alweer twee spuitwagens.